Ik ben Saskia van Altena. Ik ben hier al ruim 10 jaar vrijwilliger bij Dierenweide Het Spiekertje in Park Ittersemerbroek, vak bij de oude IJzercentrale. En ik voer om de week op de maandag samen met een andere collega. We hebben een team van ongeveer 12 vrijwilligers. En dit jaar bestaan we eigenlijk al 25 jaar. Maar ja, door de corona zijn heel veel activiteiten en evenementen in het water gevallen. Dus dat is wel heel jammer. Wilt u iets vertellen over de Dierenweide Doneeractie? Ja, de Dierenweide Doneeractie hebben we in het leven geroepen omdat al onze normale evenementen en activiteiten, zoals na de open dag, is altijd de derde zaterdag in september. Paaseieren rapen is altijd de zaterdag voor Pasen en met de kerst weer altijd een kerststal. En dat is ook altijd heel gezellig. Dat gaat allemaal door de corona niet door. En dat betekent dat we heel veel inkomsten missen. En om die inkomsten een beetje aan te vullen, hebben we bedacht een flyeractie met een QR-code. Waarbij mensen via de QR-scan-app een bedrag kunnen doneren wat ze zelf willen. Het grootste gedeelte van alle inkomsten moeten we zelf bij elkaar zien te harken. En meestal doen we dat hier in de wijk, dan gaan we lopen en zo. Maar door de corona is dat natuurlijk allemaal een stuk moeilijker geworden. We hopen dat heel veel mensen gaan geven. We staan ook op Facebook, Dierenweide Het Spiekertje. Daar staat ook een QR-code, kan je ook scannen. We hebben hier in de Dierenweide ook allemaal QR-codes die mensen kunnen scannen. En als mensen zich afvragen, ja, waar gaat al dat geld heen? Nou ja, de dieren hebben natuurlijk heel veel voer nodig, verschillende soorten voer. We hebben schapen, geitenbrokken. We hebben strooigraan voor het pluimvee, voor de kippen en de eenden en de kalkoenen enzovoort. We hebben natuurlijk aparte konijnenbrokjes. We hebben ook hooi die ze dagelijks moeten krijgen. En naast het voer hebben we natuurlijk ook onze dierenarts die om de zoveel keer moet kijken. Vaccinaties doen, medicatie geven. En dan hebben we natuurlijk ook allerlei klussen die we moeten doen in de dierenweide. We hebben dus materiaal voor hokken nodig. Degene die het leuk vinden om ons team van vrijwilligers te versterken bij Dierenweide Het Spiekertje, die zijn welkom om een keer op een zaterdag te komen kijken. Dus tegenover de staatssecretarislaan, Dierenweide Het Spiekertje. En meestal hebben we dan een clubje mensen die hier de hokken gaan schoonmaken van 9:15 tot 10:30. Dan kunnen jullie altijd gewoon even komen kijken. Dat vinden we heel gezellig, want we kunnen best wel nog wel wat mensen gebruiken in ons team.